Zeg eens ah, ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens ah, zeg eens ah, ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren, zijn het schild of andere kleren, dokter kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen, is die ader soms gesprongen en ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens ah, zeg eens ah, heb ik suiker of is het kaal? Waarom kwijl ik als ik zever, ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens ah, zeg eens ah, zeg eens ah, zeg eens ah. Rekening. 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 Nou, dat is toch een fijn idee, hè? Dat je niet alleen op de wereld bent. Er zijn zoveel mensen die aan je denken. Ja. Zelfs de minister van Financiën. Alsjeblieft, aanslag. Hé, hey, dat is aardig. Dat is aardig. Dat noem ik nou pas echte trouw. Die man die vergeet ons nooit. Minstens één keer per jaar laat hij iets van zich horen. En de Mien, we krijgen nog geld terug, ook zeg. 36 gulden. 10. Nou, dan gaan we eens lekker avondje bij stappen, meid. Wat heb jij daar? Mijn eerste Franse les. Kan ik een prijs mee winnen? Franse les? Ja, we gaan dan naar Frankrijk van de zomer. Nou, dan wil ik uit de voeten kunnen met mijn mond. Van de week kwam er een folder in de bus. En mijn geluksnummer had gewonnen. Oh, nee toch? Ja, mijn geluksnummer had gewonnen. Als ik binnen 8 dagen zou inschrijven, dan win ik een leuke prijs. Nou, dat vond ik een aardige aanleiding. Nee, dat is allemaal flauwekul. Dat is toch alleen maar een lokkertje? Net als die vent met zijn ik daag u uit. Nou, ik heb geen zin om een vreemde taal te leren, maar wel om die vent een stamp op zijn arrogante kanus te geven. Jazeker, ik daag u uit om uw geluk in eigen hand te nemen. Bam. Mien, daar trap jij toch niet in? Ik trap helemaal nergens in. Ik wil gewoon Frans leren. Ja, doe toch niet zo stom. Ja, nou, misschien ben ik dom, ja. Maar ik wil er niet blijven zoals jij. Oh. Zit dat zo? Ja, zo zit dat. Ja, Mientje kijkt een beetje hoog in de bol. De eigen domme koos is niet goed genoeg meer voor hem. Nee. Heb je misschien al een ander aan je hand gedongen? Een dokter of zoiets? Zie je wel. Je bent dom. Ik moet helemaal geen intellectuele man, want ik weet best dat je daar helemaal geen malle moe mee opschiet. En dat zie je maar. En die arme dokter van de ploeg. Sinds wanneer is dokter van de ploeg een arme intellectuele man? Domheid! Dokter van der Ploeg is geen intellectuele man. Ze heeft een intellectuele man. En is er mooi klaar mee. Hoezo? Hebben ze ruzie? Nee. Maar ik zie het er wel van komen. Oh ja? Vertel eens, vertel eens. Nee, ach nee. Ik heb alweer te veel gezegd. Nee, Mien. Nou heb je me nieuwsgierig gemaakt. Vertel op. Nee, ach. Laat me zitten, hè. Ik heb een lesje geleerd. Ik hou mijn mond dicht. Hey, Mien, heb dokter Landsberg iets met een... Nou, die dokter laat er ook geen gras over groeien, zeg. Ik zeg... Zijn handtekening onder zijn boterbrief is koud droog. Wie is het? Wie is het? Niemand. Helemaal niemand. Oh. Nou ja, ik vind eigenlijk wel persoonlijk dat die dokter Thea... Wat? Die kinderarts? Zegt... Heet dokter Landsberg hier met die kinderarts? Dat heb ik meteen al gezegd. Ik zei meteen dat dokter zo. Daar word ik meteen al bang voor. Ik dacht, nou, die dokter van de ploeg die bindt wel de kat op het spek, zeg. Wat een stuk, hè, Mien? Alle mannen zijn ook hetzelfde. Alsof liefde wat met het uiterlijk te maken heeft. Mien, er is één ding wat je mij nooit kan verwijten. Dat ik destijds op jouw uiterlijk ben afgegaan. Maar ik wel op het jouwe en daar heb ik nog alle dagen spijt van. Eén ding, Mien. Je bemoeit je nergens mee, hè? Je houdt je overal buiten. Geen woord tegen dokter van der Ploeg, zelfs niet in het Frans. Ach. Au reservoir, madame. Hi. Morgen, mam. Hoi. Tien komt zo. Is het al 7:15 geweest? Nee. Je bent vroeg. Hm? Ja. Ja, ik dacht, ik moet je maar niet zo lang eenzaam aan het ontbijt laten zitten, hè? Joh, doe niet zo maf. Ik bedoel of ik een onbestorven weduwe ben.
Zeg, zou jij zo meteen eventjes het koffertje van Hans naar het ziekenhuis willen brengen? Want hij heeft het vergeten. Nou, nou. Ik ben blij dat ik straks niet door hem geopereerd hoef te worden. Hij heeft kennelijk te veel andere dingen aan zijn hoofd de laatste tijd. Zeg, Paul. Omdat hij één keer eens een keer zijn koffertje laat staan. Hoi. Hoi. Hey, Hans nog niet? Nou, of is Hans soms weer niet? Nee, trainen met Thea. Zo, gaat er wel tegenaan, hè? Ja, dat mag je wel zeggen. Als Hans ergens zijn tanden inzet, laat hij niet meer los. Ja, zeg dat wel. Arme Thea. Zeg eens eerlijk, man. Denk je dat hij een kans heeft? Ja, Thea denkt van wel. Die zegt dat hij in perfecte conditie verkeert. En zij kan het weten? Ja, ze is nou zijn techniek aan het bijslijpen. Wat een toeval, hè, dat die Thea zo'n goede schaatster is. Wat heet. Ze heeft in de kernploeg gezeten. Zo? Ja, zo'n jaar 6, 7 geleden. Nou, zo lang kan dat toch niet geleden zijn? Ik dacht dat ze veel jonger was. Nou ja, ze is 29. Ja, ze heeft natuurlijk wel veel sneller over de studie gedaan dan jij, maar toch, met die specialisatie mee. Toch wel zo'n jaar of 12. Trouwens, 29 is toch jong? Ik ben verdorie 42. Ja, dat is waar. Goedemorgen. Dag, voor de opsteen. Hallo. Ja, dat is waar. Wat bedoel je daarmee? Ja, wat bedoel ik daar nou mee? Niks. Ja, gewoon dat, dat Thea 29 is en jij 42. Nee, dat bedoel ik daarmee. Dat bedoel ik helemaal niet. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat toontje waar jij dat op zegt. Ja, dat is waar. Bedoel jij soms dat Hans wel eens een scheve schaats met Theo zou kunnen rijden? Wat? Nee, heb ik nooit aan gedacht. Alhoewel, nou je dat zegt. Dokter Landsberg is 45 en hij mag wel oppassen. Ik bedoel, hij mag wel oppassen met al het geschaats. Zoals hij er tegenaan gaat, dat is onnatuurlijk. Daar komen ongelukken van. Ach, wel nee, mevrouw Dobbelsteen. Thea, ze bij, die weet best wel hoe ver ze hem kan laten gaan. Ja, dat zullen we hopen. Pardon? Nee, nee, niet. Nee hoor, Mien heeft gelijk. Zo'n Elfsteden toch, dat is geen kattenpis. Dat is afzien. Ja, en als je het mij vraagt, dan kan hij er maar beter meteen van afzien. Ja, helemaal niet slecht, Hans. Helemaal niet slecht. Maar je sloof je nog te veel uit. Ja, natuurlijk. Met zo'n beeld van de coach langs de baan. Nee, ik bedoel geen geintjes. Ik meen het echt even. Je werkt er hard op het ijs, begrijp je? Ja. Je moet gewoon je ritme zoeken en daar moet je beter gebruik van maken. Begrijp je? Je krachten verdelen. Als je er zo tegenaan gaat, dan zit je stuk naar 100 kilometer. De eerste word je toch niet. Dat is geen uitzicht. Ik ben al blij als ik hem uitrijd. Jij rijdt hem uit. Als ik dat doe, is het dankzij jou. Als ik jou niet had. Ah, onzin. Nee, ik meen het. Jij geeft iemand vertrouwen in zichzelf. Oh, dat gevoel geef jij mij ook. Ja. Je weet niet wat het betekent om eerst een paar jaar werkeloos geweest te zijn. Dat je dan ineens het gevoel hebt dat je weer nuttig en nodig kunt zijn. Ik heb je zeker nodig. Nee, ik bedoel niet een beetje schaatsen. Ik bedoel het werken bij Lidi. Begrijp ik wel. Weet je wat het is? Huh? Wij boffen gewoon met elkaar. Koffie? Graag. Heb je nog even? Jawel. Als ik maar om 9 uur op het ziekenhuis ben. Ik heb zelfs wel even tijd om je naar huis te brengen. Valt er nog een lekker wijfje te versieren voor de vieze oude man? Dat is schitterend, Mien. Helemaal gek om me zo de staart op mijn lijf te jagen. Wat is het voor ongein? Ik had wel dood kunnen blijven. Nou ja, je lijf toch nog. Hey, heb ik gekocht voor het gecostumeerde feest van de dansschool. Hey. Kijk, ik heb voor jou ook eentje meegenomen. Voor het feest? Ja. Denk je dat ik als lelijk oud wijf ga? Ja, toch? Met een hoedje op en een gekke jurk aan. Nee, helemaal niet, mannetje. Ik wil ook nog wel met een andere man dansen. Ik ga als koningin van de nacht. Ik heb al een hele mooie jurk. We hebben hem bijna af. En met een diadeem. Nee, zie je helemaal fout, Mien. Kijk, als jij nou met een onbekende andere man danst en je zet om 12 uur dat oude wijvenmasker af, dan denkt zo'n man, nou, dat valt nog mee. Maar als jij als koningin van de nacht gaat, dan zet die man zich rot bij het demoskee. We zijn weer thuis, Mientje katten. Nee!
Die heb ik voor je meegenomen. Hè, voor het bal. Hey, zet hem nou even op. Hè? Ik wil helemaal niet als lelijk oud wijf. Ik wil verkleed. Doe me even een lol. Zet hem nou even op. Bernhoft. Schitterend, Mien, schitterend. Kom even meekijken in de spiegel. Zo. Hey. Moet je kijken, Mien? Wat een paar, zeg. Je ziet er niet uit, Mien. Ik wil die echt wel uitzien. Hé? Wat ben jij toch een vervelend oud wijf onder je masker? Ik wil... Hoi. Is dat het busje van u? Ja, en? Wilt u hem daar weghalen? Hoe zou ik met het er staan? Jawel, jawel. Maakt u zich geen zorgen, maar vannacht breken ze hier de straat op in verband met reparaties aan de riolering. Daar heeft u een kaartje over in de bus gehad. Ja. Dus ik verzoek u vriendelijk toch dringend uw auto weg te halen en aan de overkant te parkeren. Oh, ja. Ja, kom verder. Wezen, opa. Oh, nee. Het wordt echt beeldschoon, mevrouw Dobbelsteen. Ja, ik had 5 minuten. De rollade staat in de oven, dus ik denk, nou, ja, ga ik... Natuurlijk, natuurlijk. Zeg, wanneer is het grote feest? Zaterdag. Ah. Ja, Koos, die wou dat we als lelijk oud echtpaar gingen, maar daar heb ik geen trek in, hoor. Ik ga als koningin van de nacht en niet lelijk als de nacht. Gelijk heeft u. Oh, sorry hoor, ik begin me zo langzamerhand ook een beetje koningin van de nacht te voelen. Moest ze er weer uit? Ja, ik weet niet wat het is hoor deze week. Het is iedere nacht raak. Ja, en dan gaat natuurlijk om 5:30 de wekker weer. 5:30? Ja, ja, moet ook de Lansweg eruit om te gaan schaatsen. Nou ja, dan doe ik natuurlijk geen ogen meer dicht. Hè. Nee, dat kan ik me voorstellen. Hij gaat er wel fanatiek tegenaan, hoor. Ja, ja, dat mag je wel zeggen, ja. U maakt ze toch niet ongerust, hè? Dat moet u niet doen, hoor. Echt niet. Ongerust? Waarom? Hoezo? Waarom zou ik me ongerust maken? Dokter Lansberg heeft een ijzersterk gestel. Ja, dat is zo. Ja, hoewel Thea hem behoorlijk afknijpt, als ik het goed begreep. Oh ja? Ja. Jawel, maar ze weet natuurlijk perfect wat ze doet, hoor. Ja, dat denk ik soms ook wel eens, ja. Wat zegt u dat typisch, mevrouw Dobbelsteen? Klikt het niet zo tussen u beiden? Tussen Thea en mij? Oh. Ja, Thea is het type waarbij het met iedereen klikt. Ja, ja. Ja, het is echt een leuke meid, hè? Met dokter Lansberg klikte het toch ook meteen? Toch? Ah, dat bedoelt u. Maar u bedoelt toch niet dat ik... Ik bedoel, u maakt zich toch geen zorgen dat dokter Lansberg met Thea... Huh. Nee, toch? Nee. Nee. Geen haar omhoog, u daarin denkt. Oh, u bent pas 1/2 jaar getrouwd en u denkt toch niet dat ik denk dat dokter Lansberg nou... Het heeft daar niks mee te maken, hoor. Het is wel eens een keertje voorgekomen dat ze na 1 dag al... Dat denkt u toch niet, hè? Nee. Nee, ik niet. Ik dacht dat u dat dacht. Ik? Ach, ga dan weg. Nee. Oh, nee. Nee. Kijk nou eens in de spiegel. Hè? Zoveel ouder lijkt u toch niet? Nou, en ik vind trouwens die Thea, hè, dat die helemaal niet zoveel jongen lijkt nu. Oh, oh, nee, doe nee. Nou toch, mevrouw Dobbelsteen, nee. Hou het toch op. Nee, is zeker niet zo, zo interessant. En dokter Lansberg, die is dol op u, hoor. Oh, daar durf ik mijn handen voor in het vuur te steken. En ik vind die Thea vind ik helemaal niet het type van een andermans man afpakt. Oh, nee, helemaal niet, hoor. Ik zeg vanmorgen nog tegen Koos, hè. Ik zeg, Koos, je moet er nou niet meteen wat achter zoeken dat die twee zo met elkaar optrekken. Dat komt alleen maar door de sport. En het zal waarschijnlijk wel weer overgaan als die 11 steden dinges weer achter de rug is. Zoekt Koos er iets achter dan? Ja,
Ach, je weet toch hoe Koos is? Die begint vanmorgen weer tegen mij te roepen dat ik mijn grote neus er niet in moet steken. Nou, hart ze maar bij ze weten, nee. Het heeft misschien niks te betekenen en dan heb ik mijn slavende honden wakker gemaakt. Ja, maar het heeft toch ook natuurlijk niks te betekenen, maar... Ach, nee. Nee, natuurlijk. Het heeft ook niks te betekenen. Zeg ik ook de hele tijd tegen mezelf. Trouwens, als het wel iets te betekenen heeft, dan doe je er toch niks tegen. Nou, ik zou het er niet wel laten zien. Ik zou het vrouwtje de oren wel eens passen. Maar ik bemoei me er niet mee. Ik heb een beetje veel gezegd. Ik ga de rollade uit de open halen. Interessant. Lukt het niet? Ja, jawel, jawel. Dan is zo'n pesthekel aan die administratie. Dan laat ik het liggen en dan stapelt het. Oh, wah. Nou, neem er dan iemand voor. Ja, zeg. Kost handig met geld. Nou, wat geeft dat nou? Nee, doe ik niet. Doe het zelf. Punt uit. Ben je nog lang bezig? Ik wou eigenlijk naar bed. Naar bed? Ben je zo moe? Het is 10 uur. Nou, een beetje wel. Ik ben iedere ochtend om 5:30 wakker. Ja, ik ook. Ja. En dan kan jij nog lekker 2 uurtjes blijven liggen of zo. Ja, jij toch ook? Nee, ik moet trainen. Daarom gaat de wekker om 5:30. Dat wil je zelf. Ja, natuurlijk wil ik dat zelf. En dat neemt niet weg dat ik nou moe ben en dat ik nou naar bed wil. Nou. Ga je toch naar bed? Ja. Kom je ook zo? Ik moet mijn administratie afmaken. Oh, nou. Oké. Zeg, ik heb een idee. Ga nou mee naar bed. Sta morgen ook om 5:30 op. Doe je dan je administratie, ben je lekker fris. Nee, laat me nou maar even. Oké. Is er iets? Nee, niks. Hoezo? Nou, je doet zo stroef. Vind je het vervelend dat ik train 's morgens? Nee, maar... Nou, ik ben ook een beetje moe. Ik ben er deze week iedere nacht uit geweest. Oh ja? Ja. En daar word je sikke neurig van. En dan krijg je zulke wallen onder je ogen, maar je wordt wel veel interessanter door. Goh. Ik heb er helemaal niks van gemerkt. Daar ben ik dan finaal doorheen geslapen, blijkbaar. Ja, ik slaap tegenwoordig met dat schaatsen niet te weinig. Ja, lief. Je zou eigenlijk ook eens een beetje aan sport moeten gaan doen. Ja. Ja, misschien doe ik dat ook wel. Ga je eigenlijk vooruit? Vertelt er zo weinig over? Ja, dat komt omdat we elkaar zo weinig zien. Als we dan eens een rustige avond hebben, moet jij met alle geweld je administratie doen. Ja, wanneer moet ik het dan doen? Als ik een partes heb? Dat is niet eens zo'n gek idee, hè? Tussen de weeën door rekeningen schrijven. Overigens, het gaat heel goed. Die Thea is werkelijk een fantastisch mens. Gelukkig. Nee, nee. Ik ben je nog iedere dag dankbaar dat je die hier naar binnen hebt gebracht. Nou, dat doet me plezier. Welterusten. Welterusten, lieve. Nee, oh nee, stop. Alsjeblieft, ik moet door. Als je danst, het lijkt alsof je met een zak aardappel in de doel komt. Wat heb je er nou van, hè, als je het vertikt om een beetje te oefenen?
helemaal geen lolletje om met jou te dansen. Het is natuurlijk reuze leuk, hè, om als oude zak te verkleed te gaan. Maar daar hoef je niet zo te dansen. Ja, als oude zak aardappel bedoel ik, hoor. Au! Dit zijn mijn tenen. Sorry! Nou, nog een beetje een leuk stemmetje maken. Au, wat is hier leuk. Nou, ik zou maar beter mijn best doen als ik jou was. Dan zal ik je zo staan en dan ga ik een ander vragen. Nou, dan moet je nou wat doen. Nou, zeg! Kom in, ik ben lekker gedanst met mijn broer. Oh, je broer? Ja. Oh, zeg! Ik vind het moeilijk omdat hij op mijn voet trapte en op mijn jurk. Ik dacht dat jij het was natuurlijk. Nee, toch. Nou, dan zal die man een gezellige avond hebben verder. Oh, wat was jij dan? Ik zat in de bar met een kikker en daarna slaat het groene jootje. Oh, en ik dacht nog wel dat je me kwam halen om te dansen eindelijk. Je was het helemaal niet eens. Nee, ik zat al aan de bar toen jij aan het dansen was met Lodewijk het 14e. En ik heb je nog zo gezegd, je moet niet als vieze oude man gaan. Oh, kom maar naar huis, ik schaam me dood. Wel, nee, ik vermaak me kostelijk. Nou, zeker. Oh, dan ga ik alleen naar huis, hoor. Nee, ik moet mijn excuus aanbieden. Nou, je moet mij excuses aanbieden. Ja, waarom? Ja, omdat je dacht dat ik het was. Ach, jij. Meneer, neem niet kwalijk. Ik ben er net een beetje alleen tegen u geweest, maar kan ik het goed maken? Maar natuurlijk. Ja, het was mijn schuld, hè. Maar dat komt. Ik dans een beetje slecht in dit jurk. En toen dacht ik dat u mijn man was en daarom gaf ik u de schuld. Ja, dat komt mijn man. Die heeft net zo'n masker als u, hè? En ook net zo precies zo'n jas aan. En nou, toen vandaar, hè? Ja. Ja. Dus omdat ik dacht dat u mijn man was, gaf ik u de schuld. Zodoende. Maar u danst veel beter dan mijn man, hoor. Nou, dat zou leuk. Niks heeft iets aan mijn man niet kunnen. Au! Oh, nee, het is helemaal mijn schuld. Het is helemaal mijn schuld. Sorry. Onderschat u uw man niet een beetje? Oh, nee, hoor. Mijn koos, hoor. Laat me niet lachen. Ah, koos is een schat van een man, hoor. Echt, ik had me geen betere man kunnen wensen, maar dansen kan hij niet. En dat wil ik nooit leren. En dan net zei je dat ik zo voortreffelijk dans. Kinderhoor. Nou, schat. Kijk, mijn broer zit daar aan de bar met Miss Piggy. Nou, ga nou maar naar hem toe, hè. En bied je excuses maar aan. En zeg maar dat deze oude man heel wat beter danst dan hij. Ga maar, dat gaat. Oh. Kan je het allemaal een beetje vinden? Ja, hoor. Ga maar gauw visite schrijven, Jochem. Ik red me wel. Lekker geschaatst vanmorgen. Hm? Oh, heerlijk zeg. Hans doet het fantastisch hoor. Die rijdt die marathon uit, wat ik je brom. Oh. Fijn. Is er iets? Je vindt het toch niet vervelend of zo? Hans zei ook al zoiets vanmorgen. Nee. Let me niet om mij. Beetje moe. Nou ja, dan ga ik maar eens. Hey, Lidy. Ja, je hoeft je echt geen zorgen te maken, hoor. Ik bedoel, als puntje bij paaltje komt, val ik eerder op jou dan op Hans. Ik ben lesbisch. Wist je het niet? Nee. Nog het? Nee. Maakt het enig verschil dan? Nee. Nee, geen enkel verschil natuurlijk. Maar oh, dit is wel een hele opluchting. Echt,